Ik ben Sander Smit en ik ben 2 jaar geleden begonnen met een winkelketen op het gebied van maker-technologie, 3D-technologie, zo je wil. Wat is 3D-technologie? 3D-technologie is een verzamelnaam van technologieën die producten kunnen ontwerpen. Dan heb je ook nog 3D-scannen waarmee je objecten kunt inscannen om tot een model in de computer te komen. En als laatste heb je dan 3D-printen waarmee je het ontworpen of gescande model kunt gaan uitprinten. Mijn naam is Daan Klaassen. Ik werk bij de afdeling erfgoed van de gemeente Utrecht. En daar maak ik 3D-reconstructies met archeologen en bouwhistorici. De samenwerking tussen de MakerPoint Concept Store, 3D Concept Store, en de gemeente is tot stand gekomen door Annemiek van den Berg, als ik het goed zeg. En op een gegeven moment kwam ze met het idee van er wordt een winkel geopend in Utrecht. Misschien is het leuk als jullie even samen wat gaan doen. Sander ontmoet en een beetje gebrainstormd wat we zouden kunnen doen. En toen hebben we maar bedacht om het stadhuis in 3D uit te gaan printen. Een 3D-model gemaakt. Vervolgens was de vraag, kan het geprint worden? Nee, ik controleer nog eventjes of het inderdaad goed printbaar is, of er nog dingetjes aangepast zouden moeten worden. Dan heb je het in je computer uiteraard. Dan heb je een programmaatje die dat dan vertaalt naar iets wat de printer begrijpt. En dat gaat letterlijk op een SD-kaartje, zet je het. En SD-kaartje, de printer in. Ja, dat is aan. Ik vind het wel gaaf om te zien dat je iets wat in eerste instantie alleen maar in je hoofd zit, in gedachten, hoe ziet dat er ruimtelijk uit, daarna in een virtuele omgeving, nog steeds niet tastbaar, dat je nu eindelijk, je kan het aanraken, je kan er omheen, je kan het veel makkelijker bekijken. En dat vind ik gewoon een gaaf proces. Ik hoop dat de wethouder dat ook leuk vindt. Ten eerste wil ik jullie van harte welkom heten bij onze opening. En ik geloof dat iedereen een glas heeft. Dus wat dat betreft beginnen we vast met een proost. Proost allemaal. Proost. Dus op hier, maar voorzichtig zo omhoog tillen. Ja, ik doe het. Maak het goed. Toch een leuk momentje van een bericht. Wauw. Dat doen we hier ook. Ja, goed, dankjewel. Bedankt. Graag. Ja.